Rond 1900 verandert de blik op Amsterdam voorgoed. Een nieuw medium doet zijn intrede. Bewegend beeld. Of, in de woorden van die tijd, levende fotografieën. Die laten een stad zien op de drempel van een nieuwe tijd waarin auto's, fietsen en elektrische trams het straatbeeld zullen bepalen. Maar in 1900 is de Dam nog een eindhalte voor de paardentram. De paarden worden op dit keerpunt opnieuw ingespannen. Vanaf het prille begin is het Koninklijk Huis een populair onderwerp. De oudste bewegende beelden die van Amsterdam bewaard zijn gebleven tonen de inhuldiging van prinses Wilhelmina tot koningin, 6 september 1898. Te beginnen met de aankomst van Wilhelmina in gezelschap van haar moeder, regentes Emma. In de nieuwe kerk mag nog niet worden gefilmd, maar de balkonscène ontbreekt niet. De Oranjes zullen voor het bioscooppubliek een trekpleister blijven. Zo wordt in 1915 het bezoek van de kleine prinses Juliana aan Artis gefilmd. Kritiek op de aanleg van het Centraal Station, waardoor de stad niet langer direct aan het IJ ligt, blijft een hardnekkig sentiment. Toch vormt de komst van het spoor een economische impuls voor het stadscentrum. Hier de aankomst van Circus Carré, 1905. Zogeheten actualiteiten van kleine en grote gebeurtenissen zijn geliefde onderwerpen voor de bioscoopjournaals. Rond 1910 laten auto's een nieuw geluid horen in de hoofdstad. Maar motorvermogen wordt nog jarenlang uitgedrukt in paardenkracht. De tram wordt elektrisch. En een nieuwe elektriciteitskabel wordt uitgerold richting Diemen.
Naast de aanleg van het Centraal Station dragen de opening van het Noordzeekanaal en het Merwedekanaal aan het einde van de 19e eeuw bij aan de enorme groei van de Amsterdamse havens. Op de nieuw aangeplempte oostelijke eilanden ontstaat een bloeiende bedrijfstak. Het laden en lossen van de schepen levert handenvol werk op. Het oostelijk havengebied is het vertrekpunt van de passagiersboten naar Nederlands-Indië en de rest van de wereld. In 1913 wordt 100 jaar koninkrijk in de hoofdstad van het land met veel fanfare en wapengekletter gevierd.
In 1903 opent Jonkvrouw Bodaar het eerste opvanghuis voor de moeilijke jeugd. Hier kunnen de kinderen overdag in hun eigen buurt worden opgevoed, terwijl ze 's avonds gewoon weer bij hun familie zijn. Ook demonstraties en manifestaties zijn dankbaar voor film. Ze geven een beeld van de toenemende emancipatie van bevolkingsgroepen. Feestelijk is in 1919 de viering van het 25-jarig bestaan van de eerste moderne vakbond, de Algemene Diamantbewerkersbond. In optocht trekken de leden van de bond door de plantagebuurt, waar ze hun hoofdkwartier hebben. De oudste amateurfilms in het Stadsarchief Amsterdam tonen uitstapjes van de familie Van Luinen. De strenge winter van 1917 geeft schaatsplezier op de Herengracht. Met de stijgende welvaart en meer vrije tijd trekken mensen er vaker op uit. Of gaan ze sporten? Bijvoorbeeld zwemmen in het openluchtbad in de Nieuwe Meer. Ja.
Ook roeiwedstrijden op de Amstel zijn populair. Toneelspeler Louis Bouwmeester, die ook al vroeg als filmacteur optreedt, schminkt zich in het Rembrandt Theater als Shylock, in Shakespeare's Koopman van Venetië. Vanaf het prille begin is film volksvermaak. Het onderscheid tussen reportage en speelfilm is nog flinterdun. In de film Van boerin tot artiest uit 1910 holt actrice Louisette, achtervolgd door haar man, door de stad op weg naar een optreden in Carré. De stad als decor voor een speelfilm. Dat zal in het vervolg van de eeuw niet anders worden.